In dit avontuur hebben jullie mij uitgedaagd om een vlot te gaan bouwen. En diezelfde nacht ga ik nog samen met twee goede vrienden naar een bos ergens in Duitsland. Op jacht naar wilde zwijnen. Mijn naam is Kobe Zweep, a.k.a. Van Eltax. Ik ben 20 jaar oud en ik neem jullie mee in al mijn avonturen. Oké, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuw avontuur. Vandaag gaan we iets heel vets doen. Van een kijker genaamd Max kreeg ik een uitdaging binnen en die uitdaging is als volgt. Hij vroeg mij of ik een vlot kon gaan bouwen en daarmee kon gaan varen. Daarom vraag ik gelijk aan jullie, heb jij nog een vette uitdaging voor mij die ik de komende weken kan gaan voltooien? Laat het even weten hieronder in de reacties en dan gaan wij dat gewoon doen. Maar voor zo'n uitdaging als dit, ja weet je, dan zijn er twee mensen die ik daar even altijd kan inschakelen. En dat zijn... Bobby van Jurgen! Hey, what's up? We hebben met z'n drieën al heel veel lijpe dingen gedaan. Van het meedoen aan een caravanrace en het bouwen van een hut in het bos tot aan het illegaal overnachten in een tuin van een random persoon. Maar voordat je op een vlot kan gaan varen, moet je natuurlijk wel wat spulletjes hebben om hem in elkaar te gaan zetten. Dus nu gaan we naar de bouwmarkt. Dus we gingen naar een grote bouwmarkt om alles in huis te halen. Kijk, we moeten dus iets hebben voor de onderkant waar we dus echt op gaan staan. Gewoon een plateau, zeg maar. Yeah. De medewerker van de bouwmarkt leidde ons naar een plekje waar een aantal pallets stonden. Deze zouden we kunnen gebruiken als ondergrond van ons vlot. En hoeveel kost deze? Nou jongens, hoe gaat het ook? En zo hadden we al bijna al onze materialen voor het vlot. We moeten alleen de tonnen hebben, want die hadden ze hier niet. Want die tonnen zorgen uiteindelijk voor dat het hout niet gaat zakken, maar dat het blijft drijven. Of blauwe grote regenton. Dingen die je normaal in de kano hebt om je mobieltje of portemonnee te beschermen tegen water, die moeten we nu onder zetten. We hebben geen plek meer op de achterbank, dus ik moet helaas hier onder gaan kruipen om al die planken vast te gaan houden. En om zelf überhaupt mee te kunnen met de auto. Dus dat gaan we even doen. Kruipen! Oh, het ziet er altijd onhandig uit. Weet je hoe heet het is? Het is al 30 graden en ik lig hier in de achterbank. Nou, dan... Als de politie dit ziet, dan... Dan zijn we lul. Ik begrijp waar je zit. Ik doe die klep dicht. Oeh, jongens. Hou jij die plank vast? Nou, ik spel het. Ik zie nu al zoveel mensen me aankijken hier vanuit achter. Pas op. Waar moet je brengen? En na een lange, gevaarlijke en onhandige rit kwamen we eindelijk thuis aan om het vlot in elkaar te gaan zetten. Zometeen gaan we naar die regentonnen, maar die regentonnen moeten natuurlijk ook nog vast worden gemaakt aan een plateau. En daarvoor heb je dus touw nodig, maar die touw moet ook natuurlijk door gaten heen. En die gaten gaan we nu dus eerst. In alle vier de hoeken borden we een aantal gaten waar we zo dadelijk het touw doorheen konden halen. Hiermee konden we dan straks de tonnen heel strak aan het plateau vastmaken. Ook spijkerden we nog drie planken aan het pallet vast zodat het helemaal dicht was. Op dit moment is Bob aan het bellen met iemand die misschien voor ons regentonnen kan regelen voor de onder. Yo, Pieter! Omdat hij niet thuis was, legde hij ons via de telefoon uit hoe we bij de tonnen konden komen. Oké, een hele uitleg later. We hebben echt acht dingen. Moeten parkeerplaats, zandweg, kruispunt, nog een kruispunt, linksaf, rechtsaf. De ouders van degene met wie we net belden hebben een heel groot evenementenbureau. Die vuren ook kano's en die hebben dus ook precies die tonnen die we nodig hebben. En we hebben nu een hele soort van navigatie gekregen om bij die tonnen te komen. Dus jongens, we worden heen gespeurd. Ja, zo, let's go. Hier moeten we de parkeerplaats inrijden. Deze parkeerplaats, ja, hè? Ja, ja. En nog helemaal afrijden tot het eind. Komt dit is de eerste kruispunt. Is dit de eerste kruispunt? Volgens mij wel. Oké, wacht even. Ja, pak je mobiel erbij. Even kijken. Afrijden tot het eind staat er. Dat is een hek. Oké, hier moet je rechtdoor blijven gaan. Oké, we zijn uit de auto. We zijn hier eerst beland bij een hek. Het lag in ieder geval ergens bij een hek, die dingen. Ja. Zeker wel? We nemen twee tonnen mee. Ze waren alleen iets te groot voor in de auto. Dus moesten we ze tillend meenemen naar de plek waar we het water op zouden gaan. Hey, pas op! En nu konden we eindelijk echt gaan beginnen met het bouwen aan het vlot. We maakten de twee blauwe tonnen met touw vast aan het plateau. Dit is echt het moment van de waarheid. Het gaat om het vlot waar we best even een tijdje aan hebben gewerkt. Drijven, ja of nee? We gooiden het vlot het water in. Klaar om te gaan varen. Oké, pas op, nee. Niet doordrukken, niet doordrukken. Pas op. Pas op, jongens. Je moet echt op het midden gaan zitten. 3, 2, 1. Volgens mij zitten we, jongens. We zitten. Nee, we zijn niet bewegen. Oh nee. Bob is gevallen. Oh, de ton! Haal hem! We besloten nog een ton te halen en deze aan het vlot te monteren. Maar jammer genoeg lukte dit ook niet. We zijn hier helaas genoeg gewoon veel te onhandig voor. Omdat we toch iets vets wilden doen deze dag, besloten we onze tent te pakken en naar een bos in Duitsland te rijden. Die bekend staat om de vele wilde zwijnen. Oké, boys, gaan we dan? Jongen, helemaal naar Rijkswald. Ja, back again. Voor de derde keer gaan we naar het Rijkswald. Een bos waar heel veel zwijnen zitten, vooral aan de bosrand.
En dat is de plek waar we op dit moment heen rijden. Zoals jullie weten is het vlot volledig mislukt. En we zouden sowieso gaan overnachten vanavond. Dus wat dachten we? Weet je wat? We gaan niet zomaar gewoon een tentje opzetten langs het water. We maken het altijd weer wat extremer. Dus we gaan gewoon overnachten in dit horrorbos met zwijnen erbij. Boys, ja, we gaan het doen. Ik ben benieuwd. Vorige keer hoorden we serieuze zwijnen toen. Ja, dat toen is vorige keer hebben ze bijna gezien. 100%. En die eerste keer zagen we zo'n grafsteen, ja, weet ik nog. Doodseng. Ja, wat de fuck. Dit is het bos hier al rechts, jongens. Ja, hier achter is het al. Hier zo, dit bos hier, wat jullie hier zien. Hier kun je een klein stukje inrijden. En niet veel. Oh, hier rechts een huis. Kijk eens waar we zijn. Oh, ik vind het oprecht gewoon best wel griezelig. Kijk, we zitten hier, zoals jullie zien op de map, echt aan de rand nu van het woud. Dit is het hele woud, hè? Dit hele groene gedeelte. Ja. Zie je dat? Het is echt groot, hoor. Oké, we lopen op dit moment in het bos. En het was dus vrij eng, want we hebben de auto geparkeerd voor een huis. Ja, en er begon al gelijk licht te schijnen vanuit binnen. Ze deden licht aan, wat eerst uit was. Dus ze hebben ons wel opgemerkt. Het is ook een beetje verdacht als wij opeens midden in de avond hier stoppen voor zijn huis. Echt in de middle of nowhere. Kijk, het is ook een klein beetje aan het schemeren, dus de nacht begint nu echt. Ja, het is eigenlijk zowat al donker. Als je het licht uit doet, zie je echt wel niks meer in het bos. Ja, we hebben gelukkig het licht, want anders was het eigenlijk niet te doen, hè? Oké, jongens, pas wel op, hè. Dit lijkt ook niet echt meer op een pad. Voor mijn gevoel, het voelt helemaal niet veiliger voor mij om dieper het bos in te gaan. Nee. Maar ja, is het wel, want die zwijnen zitten volgens mij in de rand. Ja, misschien is dat ook mijn fabeltje. Ja. Diep het bos in naar nog ergere dingen. Ja, ik hoorde ook weer shit achter me. Het is echt best wel kut dit. Oh mijn god. Gewoon een chille plaats, jongens. Ik kan gewoon bij elkaar blijven. Ja, even zeggen. Maar we hebben hier dus een open plekje gevonden waar we onze tent gaan neerleggen. We zetten het tentje op een open plek midden in het bos. Nou boys, waar liggen we dan? Zo. Dat is nog heet, hoor. Hartstikke heet. Dat is echt niet normaal. Dit is ons tentje. Een beetje klein voor met z'n drieën, zoals jullie zien. Maar hier moeten we gaan pitten. Ja. Midden in het bos. Hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat? Even checken. Oké, het is al over middernacht, boys. Maar gaan we nog zwijnen zoeken? Ja, dat is goed. Net als de vorige keer. Zwijnen zoeken? Ja, ik weet het niet eigenlijk. Vorige keer hoorden we echt zwijnen in. Ja. Net als vorige keer. Ja. Ja, die zit hier ook echt. Wacht, luister. Ja, dat zijn gewoon kikkers. Nee, ik hoorde net toch. Fuck you. Ja, je hoort gewoon van alles hier. Maar trouwens, wat ik dus nog heb gevonden, wat ik vorige keer niet wist. In dit bos is gewoon lijp gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Echt? Echt ziek, hier luister. Hier was Operatie Vertiebel. Operatie Vertiebel, ook wel bekend als de slag om het Reichswald. Dat is dus hier. Het was een militaire operatie van de Britten tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn van de Britten 15.634 militairen overleden hier in het bos, doodgeschoten door de Duitsers. En de Duitsers die hebben 38.000 militairen verloren. In dit bos zijn dus 53.000 doden. What en 52.000 Duitsers zijn nog als krijgsgevangenen gemaakt door de Engelsen. Dus Engelsen hebben ook nog 52.000 levende militairen gewoon nog meegenomen als gevangenen. Oh, allemaal in het bos. Hier, check. En dit plaatje van die tank, dat is hier in het Reichswald. Bus, boys, gaan we dan? Ja, sowieso over de tuin zitten. Ik zwem echt. Ja, ik ook. Gestoord. Gewoon alleen even naar buiten. Even luchtje halen. Frisse lucht halen en ondertussen checken we of we zwijnen tegenkomen. Nee. Gaan we gewoon een rondje lopen. Gewoon even kijken. Maar dieper het bos in of weer terug naar de bosrand? Ik denk allebei een beetje. Ja, dan blijven we hier. Ja, ik denk dieper het bos in. Ja, ik denk dieper het bos in. Want we hebben bosrand hebben al gehad, hè. Dus ik denk ook dieper het bos. Nou, niet. Ja. Oké, laten we nog dieper het bos in gaan dan. Je hoort toch duidelijk geluiden? Ja, what the fuck? Is het niet de regen wat er gewoon afvalt? Nee. Nee, het heeft. Ja, gisteren heeft het geonweerd. Heel takken kraken en zo. Stil eens. Oh mijn god. Laat het gewoon lopen. Ja. Het is ook echt pikken donker, hè? Laat me niet alleen achter hier. Ja, ik ben weg. Oh jezus. Laten we met z'n drieën even gewoon langs elkaar zo lopen. Oké. Vallen we niet op met dit licht zo? Ja, een beetje iets dan misschien. Oh my god. Constant hoor je hier dus gewoon geluiden. Dit is echt spatspel. Dat is niet meer leuk. Hey, ik vond het vorige keer wel relaxed hoor, toen we ook nog met Joris en Maarten erbij waren. Ja, en DJ. Die had een beetje verstand van het bos, we hebben er helemaal geen verstand. Vorige keer waren we met een jongen die het bos hier kende en toen waren we met veel meer
Maar nu lopen we dus gewoon met z'n drieën hier midden in het bos, steeds dieper in het Reichswald. En ik zit nu ook constant in mijn hoofd met al die doden die hier zijn gevallen tijdens de oorlog. Hier is gewoon lijp geschoten. En na even gelopen te hebben in het bos besloten we terug de tent in te gaan. Goedemorgen, we hebben weer een nachtje in een bos overleefd. De dag heeft als we dingen om de tent heen liepen, wat worden het tik 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 en dan weer daar. Ja, dat was echt erg en een tijdje gewoon die ding die echt kwartier lang om ons tent bleef lopen. Ja, kijk eigenlijk om die takjes, gewoon letterlijk hier hoorde ik ze kraken zo. Maar we zijn er dus weer uit, we hebben het overleefd, misschien wel echt maar 2,5 uur kunnen slapen hier door alle geluiden die we constant hoorden, want wat was dat echt vervelend. Vond je dit vet? Zorg dan sowieso dat jij even een blauw duimpje omhoog achterlaat en laat ook even hieronder in de reacties achter als jij nog een idee hebt voor een nieuwe uitdaging die de volgende keer moet voltooien. Misschien lukt het dan wel, want het vlot ging dit keer niet helemaal soepel, moet ik zeggen. En wil je trouwens vaker van dit soort avonturen zien, elke woensdag en elke zondag om 5 uur 's middags upload ik een nieuwe avontuur. Dus als je abonneert, ben je daarvan altijd op de hoogte. Dus abonneer je direct op mijn kanaal, zodat je elk nieuw avontuur direct kan bekijken. Tot de volgende keer.